Hi, welkom bij aflevering 5 van het Droomjournaal. Nou, samen met Chloe blikken we deze week terug op het patroon van vorige week. Dat was dus deel 3. Kijken we ook even terug naar de challenge van vorige week. En gaan we jullie weer verrassen met de challenge van deze week. Vorige week zijn we aan de slag gegaan met deel 3 van het patroon van de kal. En ik hoop dat jullie dat goed is afgegaan. Want de haaksten zijn vorige week aan de slag gegaan met de parelsteek. En de breiers met de Turkse steek. En ik hoop dus dat het dus top is gegaan. Want we gaan deze week weer lekker verder met een nieuw deel van het patroon. Deel 4. En we gaan weer terug op het ajou breien en het filet haken. Ja. En we gaan dus beginnen met hartjes. Ja, zie eens hoe leuk. Bij het gebreide deken ligt het er een beetje op. Mm-hmm. Prachtig. En, ja, en hier is het eerder met zo'n gaatjes dat... het erin wordt verwerkt. Dus toch een beetje anders, maar wel allebei hartjes. Ja, heel tof. We vinden het steeds zo leuk om te kijken naar wat jullie hebben toegestuurd naar ons. En dat hebben jullie terug massaal gedaan met de vorige challenge. En dat was de volgende. En deze week gaan wij jou uitdagen om een foto te nemen van jezelf wanneer je aan het haken of breien bent aan de Droomleken 5 met jouw huisdier. Want in deze tijd van de lockdown mis je toch misschien het... gezelschap van jouw handwerkgroepje. En dan is toch jouw huisdier degene die je dan tijdens het haken of breien gezelschap houdt. We hebben jullie gevraagd jullie inzendingen voor de challenge van vorige week te sturen naar info@wolpen.nl of op Instagram te delen met hashtag droomdk5. En ontzettend bedankt voor alle inzendingen. We hebben ontzettend veel lieve, schattige dieren gezien. Zo cute. En daar gaan we dan ook een aantal van je aan laten zien. Deze week zijn jullie al begonnen met deel 4 van het patroon. En natuurlijk bij een nieuw deel van het patroon hoort ook een nieuwe challenge. Ik ben eigenlijk hartstikke benieuwd naar hoe jij thuis aan de slag gaat en hoe ver jij eigenlijk al zit. Dus de challenge van deze week is gewoon deel met ons hoe ver je al zit in het patroon. Misschien moet je nog beginnen, misschien ben je gewoon op schema. Deel het met ons. Stuur dan een foto naar info@wolplein.nl of je kan het ook delen op Instagram met hashtag droomdeken5. En dan willen wij je nog heel veel plezier en succes wensen met het nieuw patroon van deze week en ook met de challenge. Chloe, ik wil jou bedanken. Dank je wel. Als je vragen hebt, laat het ons weten door te mailen naar info@wolplein.nl of te bellen naar dit telefoonnummer. Nou, en mocht je niks willen missen, eigenlijk op het gebied van alles wat ook maar te maken heeft met creativiteit, nou, dan tip ik je graag over onze social media kanalen. Hou die in de gaten, want daar delen wij heel veel leuks op iedere dag weer. Nou, en dan was het alweer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Succes met het nieuwe deel van het patroon, met de challenge. En dan zien wij je graag volgende week weer terug, volgende week woensdag, voor weer een nieuwe aflevering van het Droomjournaal. Tot dan!